goedemorgen allemaal. Leuk dat je kijkt naar de vierde aflevering van Studentenweek. Het is vandaag maandag en een nieuwe dag van de nieuwe week. De eerste dag van de nieuwe week. Het is vandaag dus maandag en ik heb me klaargemaakt. Ik ben lekker in bad geweest. Ik heb vandaag school tot 5. Ik weet niet wat ik van mijn outfit ga vinden, maar ik doe ook nog een fans aan. Maar ik moet nog sokken pakken en ik moet er weg. Dus ik heb deze sweater aan van H&M met New York toepasselijk. Want mijn droom is om ooit nog een keer naar deze plek te gaan. De broek is van H&M en de blote voeten zijn van mijzelf. Dus ik heb net mijn tas ingepakt en ik moet nog even één dingetje inpakken. En dan ga ik jullie meenemen in mijn week. En deze week wordt echt dope. Als alles gewoon leuk is, is deze week echt dope. Allow me to introduce myself. Who knows what dastardly crime might perpetrate next? He's a very clever arch criminal who must be put away. Another innocent victim of cybermania. Okay, inmiddels ben ik weer thuis aangekomen. Het is nu best wel laat. Het is nu, even kijken, 10:50. En ik heb net mijn casting vanmorgen voorbereid en opgeschreven. En het zijn best wel leuke dingetjes geworden. Dus dat. Ik ga dadelijk lekker slapen. Want ik moet morgen best wel vroeg op. En best wel lang reizen. Naar de casting. En ja, dan zie ik jullie morgen weer. Morgen is de grote dag. Goedemorgen, dinsdag vandaag. Vandaag is de grote dag. Ik heb vandaag casting. En opnames voor Xite. Dat wordt super leuk. Ik ben net wakker. Het is nu ongeveer 8:30. En ik ga er zo meteen vandoor. Ik moet over 2 uurtjes echt in de trein pas zitten. En dan ga ik die wereldreis maken. Maar het is in ieder geval best wel koud nog in mijn kamer. En ik ga nu even lekker naar beneden om te ontbijten. En dan, want ja, ontbijt is goed. En daarna ga ik even mijn vragen voorbereiden. Omkleden en op naar Hilversum. Oké, ik sta inmiddels in de badkamer en ik heb me omgekleed. Ik ga alleen mijn haar niet zo doen hoor, toen nu zit. Maar dit is wat ik aan heb. Blouseje is van H&M. Trui is ook van H&M, alleen ik weet niet of dit leuk is voor op beeld of zo. Misschien is het een beetje te saai of zo. Maar nou, broek van de Oven H&M en my fans. Alleen ik weet nog niet of wat ik hiervan moet vinden. Want als ik dit zou zien op tv, dan denk ik van halleluja, halleluja, halleluja. Ik weet dat niet. Misschien ga ik het nog veranderen naar een rode trui. Maar ik vind dit wel op zich, weet je... Ik vind het ook wel echt leuk en ook zeg maar wel zakelijk of zo. Dus ik denk dat ik dit gewoon aanhoud. En het gaat uiteindelijk toch om de dingetje die ik moet doen. En niet om de outfit, toch? Dus ja. Ik ga even mijn tanden poetsen en dan ga ik zo meteen eerst naar de stad. Want ik moet nieuwe oortjes halen. En dan daarna ga ik met de trein naar een plek toe. Ik mag het nog niet vertellen, maar jullie gaan het allemaal zien in deze vlog. Ik ga jullie allemaal meenemen in deze vlog. Oké, ik ben dus nu in Hilversum. Of nee, in Laren. Wow, ik ben in Laren. En ik ben nu onderweg naar die casting. Ik ben er bijna over ongeveer 2 minuutjes. En ik heb om 12:30 die afspraak. Ik heb trouwens net ook een nieuwe koptelefoon gekocht van Philips. Op Hilversum Centraal. Ik vind Laren zo mooi. Ik zweer. Kijk, al deze huizen hier. Het ziet er gewoon leuk uit. Oh, ik ben er. Dus ik spreek jullie zo. En van Laren ben je ineens in het altijd bruisende. Oh, ik snap hem al. Sorry. Wat? Ja, we lopen aan de verkeerde kant van de weg, ezel. Waarom zijn we overgestoken? Kom. Jezus, weer terug. Maar we zijn ik ben net terug uit Laren. Ja, ik ben niet zo snel. Oké, ik ben dus net terug uit Laren.
En auditie ging super goed. En ik hoor volgende week meer of ik het ben geworden. Maar jullie konden het net al zien. Ik ben hier in Amsterdam met Jamila. We hebben opnames voor. Jamila heeft opnames voor Xai. En we zijn de weg aan het zoeken en we moeten nu een kwartier fucking lopen omdat we een halve te laat zijn uitgestapt. Jim, ik snap hem niet. We're live. Hey, say hi. Hey. Ik ben aan het live gaan en aan het FaceTime, lieve dames en heren. Stel jezelf even voor. Ik ben Jamie. Ik ben Jamila. Femke. En dit is? Romy. Hey, heel de squad is aanwezig. We hebben net iets heel leuks. Oh, mag ik dat al vertellen? We hebben iets heel leuks opgenomen met Excite. Ja. En de rest komt eraan. Mag ik jullie nog niet vertellen. Dat jullie, maar hey, stay tuned toch? Want het is super lit, weet je. Want deze mensen zijn erbij. Deze zijn aan het facetimen. Dus het is allemaal super lit. Wacht, wie ga ik de telefoon even geven? Dat is jouw telefoon toch? Oké, moet iemand nog wat melden? Nee, niemand wil wat melden. Wil jij nog wat melden? Nee. Oké, nou, niemand heeft wat te melden. Ik heb ook niets meer te melden, dus ik zeg peace out, ciao, muah. We zijn klaar bij de opnames op site. Dat mogen we nog niet vertellen wat en dat is. Maar ik ben met Femke, Jamila, maar die hadden jullie al gezien. En Daphne. En deze twee, die kunnen goed spelletjes spelen, nee, dat we dat even weten. Niet. Nou. We hebben net ook een fotoshoot gehad en zo voor een witte muur, gezellig. En ja, deze dag was heel productief. Yay! Morning, het is vandaag donderdag. Het is nu, kijk, het is nu 10:10. En ik ben alweer echt 2 uur wakker of zo. Ik moet over ongeveer 40 minuten de deur uit. En ik heb nog mijn pyjama aan. Maar ik ga nu eruit. Ik ga me omkleden en zo ready maken. Ik ga zo meteen eerst sporten. Met Kjeld, Thomas, Diana en Emila. We hebben basketbal, sportmodule voor school. En daar heb ik zoveel zin in. En ik ga sporten, dat gaat totaal niet samen, oké. Dan heb ik school en dan moet ik naar huis. En dan vanavond naar het theater voor Mienke Blaas. Super zin in. En ja, trouwens, ik heb dinsdag heb ik een nieuwe koptelefoon gekocht. Deze. Hij is blauw. Met, hij is van het merk Philips. Super mooi, maar ik ga hem nu klaarmaken. En dan spreek ik jullie zo, denk ik weer. Ik ga denk ik voor een chille outfit of zo. Oh, ik heb hoofdpijn. Dat is fuck. Maar ja, we gaan er een leuke dag van maken vandaag. Oké, dan is dit de uiteindelijke look. Ik draag deze team hoodie van Justin Bieber. Ik heb mijn spijkerbroek aan. En mijn Dr. Martens. Super leuk. En ik sta nu zeg maar in de badkamer. En ik ga nu even mijn tanden poetsen. En voor de rest moet ik een beetje op gaan schieten. En zo, Jezus Christus, ik zie er zo moe uit. Wow, dit is heftig. Nou, ik ga me nu klaarmaken. En dan neem ik jullie mee. Jamie was vanavond bij mijn 360 voorstelling. Ja, ik heb heel hard gelachen, ik heb gehoord. En ja. Ik zou zeggen, vanavond allemaal! Hey. Yay! Ga je nog wat doen, Nina? Nou, nu ga ik naar huis om lekker te slapen. Ja. Oh. Oké, je vond het vermoeiend. Nou, superleuk, doei! Doei! Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En gisteren was zo ontiegelijk leuk. Ik zag nog niet op plas op de foto, maar dat hebben jullie kunnen zien. Op mijn Instagram, volg je me nog niet op Instagram, dan zal dit de username zijn.
Dan kun je me lekker volgen. En anders vind je ook nog mijn naam in de beschrijving. Ik ga me zo meteen omkleden. Ik heb me wel iets verslapen. Ik ga namelijk zo meteen naar Amsterdam met Ian en met Lisa. Super zin in. Maar ik moet dit nog wel veranderen. Ik ga denk ik gewoon de outfit aandoen zoals ik gisteren aan had. Want het zat zo ontiegelijk lekker. En ik dacht, doei, ik ga het gewoon doen. Je solo. Maar goed, het is nu, even kijken. Het is nu 32 en ik moet de bus hebben om 4 over. Dus echt, ik heb nog wel een half uur. Ik ben niet scherp. Wow, scherp. En ja, ik ga niet meer verder brabbelen. Ik ga er vandoor en ik zie jullie zo meteen weer. We zijn gearriveerd in Amsterdam. Hoi Lisa. Hallo. Ian, zeg eens hallo. 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 Waar gaan we heen? Het is waar gaan we heen, Ian? Stad. Maar naar welke winkel? Weet ik veel. Ze heeft heel veel om terug te brengen. Twee jurkjes of zo. Dus we gaan nu lekker winkelen. En ik wil naar de zaken, want ik wil die teddy ding hebben. Ik weet het niet. En ook nog even... Wow. En ja, ga lekker shoppen in Amsterdam. Shopping! Ik heb al wat gekocht. Ik sta nu in Haarlem. Ik ben aan het passen. Deze trui is super leuk. En kijk, Lisa heeft hem ook aan. Maar Ines heeft hem ook aan. Hey. We zijn met z'n drieën gewoon. We zijn met z'n drieën gewoon lekker twins aan het doen. Echt super leuk. Wie gaat hem nemen? Ik wil hem nemen eigenlijk, guys. En ik ga toch weer over mijn streep om deze Justin Bieber sweater te kopen. Hij is nu 10 euro, dus dan neem ik hem toch lekker mee. Gezellig hoor. Maar... Dat is een mooi achtergrond trouwens voor foto's. Like, how to be a Tumblr model. Nee? Wauw. Hashtag Ines. Ik weet niet, ik vind gewoon dit achtergrond vind ik een mooie foto. Maar wat vinden jullie? Nemen jullie hem mee? Want ik vind Lies... Oké, inmiddels ben ik weer thuis aangekomen en het is nu ongeveer, oh, mijn telefoon ligt daar, het is ongeveer nu 8:45, 8:45 of zo rond die tijd. Maar ik wil natuurlijk wel even laten zien aan jullie wat ik allemaal heb gekocht in Amsterdam. En dat ga ik jullie nu even laten zien. Ik ga even mijn statiefje opzetten. En dan ga ik er even voor zitten. Want het zijn aardig leuke dingetjes. Wel best wel veel. Maar wel hartstikke leuk. En laten we beginnen met de shoplog. Nou, ik zit dus heel even in de shoplogstemming. Ik heb een aantal leuke dingetjes gekocht. En die wil ik graag met jullie delen. Ik ben onder andere bij de Stradivarius geweest. Daar heb ik een hele grote tas. Ik ben ondertussen bij de Zara geweest. En meer geweest. En River Island. En daar hadden we meer geweest. Bershka. Laten we beginnen bij de Bershka. Ik had als eerste deze zwarte broek gekocht. Ik zocht weer een nieuwe, want in mijn andere zwarte broek had ik gehad. En ik wil natuurlijk wel een zwarte basic broek hebben. En deze was 18 euro. Toen bij de Zara heb ik twee hele leuke dingen gekocht. Ik was eerst in de Zara, zeg maar voor dat die straat, zeg maar, als je hier de Dam hebt, heb je hier een winkelstraat en hier een winkelstraat en in die winkelstraat zit de Zara. En daar zag je hele leuke schoenen, maar er was nog maar één, zeg maar één schoen, was wat 44, de andere schoen was weg. En toen ging ik naar de andere Zara en toen heb ik ze gekocht en ik vond ze super gaaf. Misschien vinden sommige mensen ze lelijk, maar ik vind ze in ieder geval fucking gaaf. Dat zijn namelijk deze schoenen. Ik vind ze heel gaaf. En ze doen me Lisa zei ook van ja, ze doen me echt denken aan de Yeezys, aan de nieuwe Yeezys. Ik dacht ja, oh, maar die zijn sowieso 1000 euro of zo. Dus, en deze heb ik nu gescoord voor 15 euro. Dus die vond ik wel fucking gaaf. Dan heb ik een, ja, Lisa die zei, oh, deze is leuk, deze hoodie is leuk, paars. En toen dacht ik, ja, die wil ik ook. Dus die heb ik ook gekocht. I know, ik heb veel sweaters. Ik weet het. Maar ik had deze kleur nog niet. Dus nog een reden voor mij om een paarse sweater te kopen. En hij is zo lekker en hij zit zo freaking goed. Dus ik dacht, ik moet deze hebben.
En deze was 12 euro. Dan bij de River Island. Wow. Was ook fucking veel zilp. En we gingen door die rekken heen. En bla 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 bla. En op een gegeven moment viel mijn oog dus op deze hoodie. En ondertussen staat hier mijn scherm. Oké, toen heb ik deze hoodie gekocht. Namelijk een roze. En er staat hier op New York, Brooklyn. En I love New York. Ik ben nog nooit geweest, maar mijn wereldstad. En dan misschien ga ik dit gewoon gebruiken als pyjama of whatever. Vind ik wel grappig. En deze was 6 euro. Dan ben ik bij de Stradivarius geweest. En daar heb ik heel veel leuke dingen gekocht. Als eerste dit shirt. En iedereen noemt wat. Ah ja, je knuffelt echt leuk. En teddy bear en bla bla bla. Dat toen ik dit zag, dit was ik op een shirt. Teddy boy. Ik vind het zo leuk. Vind ik wel grappig. En deze was 4 euro. Dus voor dat bedrag kon ik hem zeker niet laten liggen. Dan vervolgens ben ik. Ik ben zeg maar heel lang op zoek geweest naar een soort van shirt. Met lange mouwen en een zwarte kol. Een kolletje zeg maar. In het zwart. En steeds kon ik hem maar niet vinden. En nu heb ik hem zeg maar gekocht. Hij schijnt wel een beetje door. Because je ziet nu, ik weet niet hoe groot het is. Maar hij schijnt wel heel door. Maar als ik gewoon een t-shirtje onderdraag of zo, dan lukt het wel. En deze was 7 euro. En die vond ik super gaaf. En dan de klammer van deze hele shoplog. Is namelijk deze hele lekkere jas. En deze is van de Stradivarius. En kijk, zoals je kan zien, lekker een soort van bontje. Super lekker zacht. Super comfy. En deze was eerst 70 euro en nu 20 euro. Dus ik ben wel aardig goed geslaagd in de stad. Ik vond een beetje aan de. Sommige dingen vielen echt tegen. Maar sommige winkels ben ik ook echt flink losgegaan. En... Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En het is nu een uurtje of 1 uur. Ik heb me omgekleed. Dit is dus wat ik aan heb. Ik heb de zwarte kooltrui aan. Die ik gisteren heb gekocht. De zwarte broek. De schoenen. En ik ga mijn leren jasje erbij aan doen. En mijn moeder komt heel blij binnen nu. Dat. En we gaan zo meteen samen. Ik ga samen met mijn mama gaan we naar de stad. Want we hebben wat dingetjes. Nou, mijn moeder heeft wat dingetjes nodig. Ik weet niet wat. Maar dat. En ik vind mijn outfit super leuk. Dus ja, hij schijnt wel een beetje door. Kijk. Maar oh, wie heeft dit? Ik wil het gewoon gemaakt. Wat? Gaan we zo? Ja, we gaan. Oké. Is goed. Ik ga mijn jas even aantrekken. En even mijn gezicht nog doen. En dan gaan we jullie meenemen naar Delftstad. Nou, gaan we wat doen dan? Ja? Mag ik al een hap nemen? Hey, ik ben inmiddels weer thuis. Stad was superleuk. Ik ben daarna even naar mijn opa geweest. Maar dat heb ik niet meer gevlogd. En ik ga jullie nu laten zien... Wat ik in de stad heb gekocht, ik ga eerst even mijn jas uit doen. Dus ik heb mijn jas uitgooien. Als eerste heb ik deze trui. En deze had ik al zeg maar met Lisa en Ian in de H&M. Dat we matchy-matchy gingen doen. Maar toen heb ik hem niet gehaald. En ik vond hem zo leuk. Dat ik hem gewoon gehaald heb in Delft. En deze was nog in mijn maat. En deze was 9 euro. En ik heb ook nog wat anders gekocht bij de Kruidvat. Namelijk, dat ligt hier. Ik wil zeg maar voor deze muur, wil ik posters gaan ophangen. En toen was ik bij de Kruidvat. En toen zag ik deze liggen. En deze zijn van Diana van die This for Dazzle. Kijk. Fucking leuk. Ik vind het wel echt super. Wow. Ik vind ze trouwens wel super gaaf. Het zijn zeg maar 17 posters. En de achterkant staan alle posters. En ik vind deze vooral echt super leuk. Die met die camera en die. En super leuk. En helemaal niet duur. Voor deze 17 posters
heb ik gewoon letterlijk €1,80 betaald. Het is zondag. Oké, goedemorgen. Het is vandaag zondag. De laatste dag van de week. Het is nu, shame on me, het is 4:15. En ik ben al een tijdje wakker hoor, daar niet van. Maar ik was gewoon lekker chill beneden in mijn lekkere sweater. Superleuk. En hij zit zo ontiegelijk lekker. Ik ga nu de 4e aflevering editen van de studentenweek. En voor de rest ga ik ook niet heel veel boeiends doen vandaag eigenlijk. Het wordt een beetje editen. Because het weer is ook niet echt heel denderend. Dus ik ga nu lekker hier editen. En dan even work. It's in me if you work. Tell me to the work. Tell me that I work.